gedaan door Peña Zauner laten lopen voor Smit. En bijna een eigen doelpunt. Maar Gadella voorkomt dat. Rijdt. Bij wie veel van de rode aanvallen tot nu toe beginnen. Peña Zauner en dan is daar Smit met de kans. Maar hij schiet hem recht tegen Gadella aan. Jong Utrecht. Met Van Eldik. De voorzet nu naar Van der Haar. Van der Haar en de redding van Kelvin Razi. Spierings heel hard tegen Gibson. Ja aan en een penalty voor Roda. Wat moet Gibson Ja daar dan doen in die 0,2 seconden? Peña Zauner, buitenkantje voor Roda en hij schiet hem tegen de lat. Krijgt hij nog een kans? Nee. Peña Zauner laat die uitgelezen kans liggen. En ergens is dat misschien wel gerechtigheid. Probeert zijn ploeg naar voren te duwen. Siebum. Dan wil Congolo een vrije trap. Krijgt hij niet. En ligt het open voor Jong Utrecht. Dat er best gevaarlijk uit kan komen als Van Eldik opschiet. Maar die schiet te veel op. Speelt de bal veel te ver voor zich uit. Ja, dan is Roda hem weer kwijt. Komt hier de kans aan voor El Arguyuy. En die raakt de lat. El Arguyuy probeert het in één keer te invallen. En we gaan naar binnen. Want er is kennelijk iets op het veld beland. Ah, dat is er op het veld beland. De wedstrijd heeft zo'n 10 minuten stilgelegen. De spelers terug op het veld. Jong Utrecht heeft de bal met Van Eldik. De loopactie is aardig van El Arguyuy, die natuurlijk al de lat raakte. En nu weer gevaarlijk is. Rijdt, pompt hem erin. Daar is Gutslu. Daar is Seik. Oeh, daar was hij bijna. Voor die nieuwe spits. Roda JC, Jong Utrecht eindigt in 0-0. En die nieuwe spits, Seik, was in de slotfase nog heel dichtbij.